jongens, welkom bij Gaming Nerd Bros. Wij gaan hopelijk in samenwerking met leuke gamefilmpjes voor jullie opnemen. En in die gamefilmpjes zullen wij gameplay laten zien van nieuwe en oude spelletjes. En we proberen zo min mogelijk te schelden. Fuck, want we hebben. Ja, fuck, doe normaal man. Hey, hoe bedoel je zo min mogelijk schelden? Rot op man, rot op man, what the fuck jongen? Ja, nou sorry hoor. Ah, Gaming Bros, jongen! Nou jongens, dit is ons eerste filmpje. Wij gaan Loadout spelen. Dat is een gratis game op Steam. Een shooter game blijkbaar. En we gaan hem vandaag voor het eerst spelen. Dus ik ben benieuwd. Let's go. Kan jij mij uitnodigen ergens? Of? Gewoon versus human toch? Create party. Ik had je al toegevoegd net, dus... Invite. Hupsakee. Kijk eens jongen, gaan we even ownen. Nu ongeveer. Dan een start. Searching for matches. Hey, ik wil ondertussen gewoon andere dingen doen terwijl je aan het zoeken is. Oh, eens even kijken. Kijk, mijn poetsineten, jongen. Kan ik mijn wapen upgraden eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Weaponcraft, denk ik. Poesineder en dan customize. Behalve deze is beter. Spoeling. Zo. Pap. Nu. Waarom begint hij niet? Wat is dit? Hij is nog steeds searching for matches. Hoe dan? Oh, hey, hij doet het. Hoe ga je daarheen? Fight links bovenin. Dan moeten we nog. Welke map zullen we doen? Oh ja. Oh, dit zijn de game types. Fight enemy. Point. Domination. Collect their plutonium. Oké. Extraction. Capture the jackhammer. Iedereen doet al dead snatch. Ja. Nou, doen wij blitz gewoon? Blitz. Ja, blitz. Wat is blitz? Blitz, eigenlijk? Blitz the point. Race the boxers. Moet je boxers race? Nou. Zo, mijn box is geraced hoor. Lekker in mijn bilnaaf. Ah, daar gaan we. Oh wacht, laten we even vast die fistbump doen, of het achteraf. Nou, achteraf. Toch? Ja, ik weet niet. Nee, vooraf geeft wel geluk. Fuck it, we hebben geen geluk nodig, man. Own is hard. Ik heb weer geen tweede gun, jij hebt weer een gun. Spetter, spatten. Echt, jongen, viezerik. Oh, wat gebeurt hier? Wat is dit? Wat is het? What the fuck? Je wordt gespankt in de eerste klas. Nah, jongen, fuck jullie dan. Hé hey joh, ik ben bij jou. Oh, ik kan helemaal niet schieten. Kijk. Oh, ik moet ook een. Ik heb geen skut man op mijn gun. Nou, ik heb een andere gun nodig denk ik. Wat is dit voor ding joh? Moet je kijken. Misschien schiet geen per uur of zo. Jezus. Ik heb een scope aan, volgens mij doet de scope niet zo lekker, maar dat schiet elke keer uit. Ja hoor, nou dit is echt kut. Even een andere gun oppakken zo dan. Ja, maar ik heb weer een gun die niks doet. Mijn spet is patten, die doet helemaal niks. Ja, maar is eigenlijk dan? Ja, je moet het is een minigun, je moet hem op laten draaien. Oh, ik moet hem opladen. Ja. Oh, is hij dood of zo? What the fuck? Oh, assist. Ik heb bijna geen leven meer. Ik ook niet. Ik kon mijn hart ook een beetje bieden. Heb jij nou je spitterspatten gedropt? Ja. Ah, shit! Fuck! Ik wou hem weg oppakken. Komt die bitch in mijn rug. Ik vind het wel een vaag spel. Ja, een beetje apart. Ik heb ook echt een upgrade gekocht van Lickbekut. Ga dood! Oh, what the... Ik heb geen hoofd en geen been. The fuck, man. Ja, ik heb nu een ander. Een raket launcher. Shit, wat doe ik gewoon, man. Leuk. Straks even een andere. Oh, we moeten de defender ergens. Ja, hier, ik sta bij de defend point. Oh, wat een kutgun is dit, zeg. Jezus.
ik ga dood. Niet, oh, wat dan? Weer mijn been eraf. Hoe dan? Ik weet niet, man, mijn been wordt elke keer afgeknapt. Precies. Brrr. Nou. Ja, lekker met je 1-5. 1-5? Wat? Assist, rot op man. Mijn kill gewoon. Klootzak. Jeeuw. Oh, wacht. Claimen. Ik kom claimen, jongen. Hier met je shit. Jou is claimen. Doe maar. 5 euro. Bam! Oh, fuck me. Wat jou, Dickie? Ik Ik lig even lekker te verbranden, jongen. Ah, ik moest op hard drukken. Ja. Ja, ik ben dood. Een beetje beweging kan geen kwaad bij haar, inderdaad. Ahai. Oké, ik kom eraan bij claimen. Holy fuck. Jezus. Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb geen flauw idee, joh. Ik loop om, ik vind het te eng. Doeg. Oh shit, oh fuck. Reload. Nee. Zeg de gameplay, vind ik wel grappig. Het springen, het rennen. Dat is wel grappig, ja. Beetje chaotisch, maar. Maar het is wel echt run and gun, man. Dat is wel. Inderdaad. En ik heb gewoon een gun die echt gewoon zwaar gaar is. Ja, ik ook. Als ik iemand zie, kan ik niet gelijk schieten, want hij moet eerst opladen. Echt, hè? En ik heb een soort van. Wat? Oh, ik zag hem, ik pak hem. Hoe gooi je een granaat eigenlijk? Geen, nee. 3, 2, geen idee. Oh. Geen idee. Oh, op C. C? Ja, C. Oh, nice. Oh, huh? We hebben gewonnen. Boom! Lekker, jongen. Lekker, hoor. Wel heel slecht scoren, denk ik. Je bent nog erger dan mij, man. Wat leuk aan mij. Je hebt nog minder scoren dan mij. Ah, dat is onze eerste keer. Kijk, die KD van jou. 5-9. Ja, maar dat is onze eerste keer. Dat is ontgroening. Het is jouw eerste keer. 5-9. Eerste keer. Dat is niet 2-1, maar 1-2 KD, is gewoon de eerste keer. Nee. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Nou, Rob. Loadout. De gratis game voor Steam. Wat vond jij ervan? Ik weet het niet. Ik vond de gameplay leuk. Leuk spel. Ja. Maar, ja. Het is te makkelijk. Maar we waren... Te schieten, ja. Het is gewoon... Iedereen kan spelen. Dus... Ja, zo. Het is een beetje run and gun inderdaad. Het is niet echt, je hoeft niet echt te mikken. Het is gewoon een beetje schieten. Ja. Nou, wat ik vooral vervelend vind is dat je eigenlijk dicht op het scherm zit. Dat irriteert mij nogal. En wat ik dan wel een positief punt vind is... Je kan dingen in het spel kan je kopen. Je kan gewoon geld verdienen door kills te maken. Objectives te completen. Dus je hoeft niet per definitie echt geld uit te geven. Dat is geen pay-to-win. Nee, het echte geld is alleen gebruikt voor cosmetische upgrades, voor zover ik gezien heb. Dus haarstijl en dat soort dingen. Dat vind ik wel positief. Maar voor de rest is het gewoon eigenlijk een beetje een run-and-gun game en dat is niet echt mijn ding. Het is een beetje Team Fortress, alleen dan eigenlijk hetzelfde als Team Fortress. Ja, maar Team Fortress vind ik wel leuker. Ja, ik vind hier de humor is wat meer. Hier? Ja. Ja, oké. Okay. Het is wel vet. Op een gegeven moment dan... word je geschoten door een raket en dan zie je zo'n gat in je lichaam zitten. Ja, ik vind dat vind ik wel... Vlammenwerp of even plasma of zo en dan is je been eraf en dan heen je nog een beetje rond. Dat is wel vet inderdaad, ja, dat is wel leuk. Is dus spelen. Conclusie, voor een doos of humor en een snel potje kun je het toch spelen? Maar gewoon een avond lang gamen met vrienden waar je echt gaat voor de skills. Okay. Dan als we een aantal sterren geven, hoeveel sterren geef jij? Van schaal 1 op 5. Ik geef een 3,5. Dat vind ik wel veel. Ik geef een 3, weet je. Gewoon, het is gratis. Niet pay to win, dus voor mij krijgt het is gewoon op zich dus een leuke wacht even. Ik geef 3,5 en je zegt dat is veel, en dan geef jij 3. Ja, ik vind het half is net iets te veel. Gewoon 3. Gewoon, weet je, dat is goed voor de moeite. Toch? Ik vind dat half punt is beter voor de moeite. Dat half punt krijg je gewoon bij voorbij, want ze zoveel moeite erin hebben gestoken. 3,5. We gaan iets anders spelen, kom.